Mega decoratie, home, accessoires, unboxing, dus kijk ze nog niet. Hi en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben weer een dagje in de winkel en ik neem jullie weer mee. Nee, vriendje. Ja. Heel veel mensen vragen zich af of Bloem ook naar buiten gaat. Maar hij blijft gewoon netjes voor een streep. Ja, soms als ik naar buiten ga, maar dan hou ik het van de gaten. Maar hij loopt de hele dag achter me aan. Tijd om water te geven. Het is hier in de kas altijd lekker warm. Dus ik moet regelmatig water geven, maar de temperatuur is wel heel goed voor de planten. Dus gauw aan het werk. Mooi strak, vind ik altijd mooi. En nu ga ik even voor de winkel water geven. En ja, dan is het zo ook alweer tijd om op te ruimen. Dan zit de dag er alweer op. Hi, het is ondertussen donderdag en ik gaf jullie een unboxing door. Want ik heb heel veel binnengekregen. Gisteren nog even een foto nog geweest. Zoals je ziet. En daar ook nog. Dus een mega decoratie, home, accessoires, unboxing. Dus kijk gezellig mee. Zo, ik zal overal even proberen een prijs erbij te zetten. Nou, laten we beginnen. Als eerst deze superleuke lantaarns. Met een glas erin. Leuk met een kaarsje erin, maar ook met verse bloemetjes is het leuk, want het kan ook. Het is heel leuk. Ook leuk voor buiten op het balkon. Of, ja, ik doe eigenlijk alle kanten mee op. Dan hele zware doos. Oh ja, die is nog mooi. Deze mooie potten. En hier heb ik een serie van. Dus verschillende hoogtes en verschillende modellen. Dan deze leuke schaaltjes. En er waren voetjes, houten voetjes onder. En dat vind ik ook zo leuk. Nou, ik vraag me alleen af of ik ze er goed in heb gedaan. Ja, zo. Heel leuk. En die heeft verschillende motiefjes. Ja, leuk met plantjes. Of wat ik leuk is op tafel met wat chocolaatje zo erin. Zo dan deze mooie flessen. Leuk met een paar soms wel bloemetjes erin. Of op het, ja, op je terras. Ook leuk met een paar bloemetjes erin. Dan heb ik deze pot dus ook weer in een maatje kleiner. En deze vind ik ook echt geweldig. Leuk met een kaars erin, maar ook met verse bloemetjes. Ja, echt mooie zomers. Mooi. Ik heb een
dus ook dit schaalmodel. Is trouwens echt zware kwaliteit. Echt mooi. En deze kleine flesjes. Ja, een beetje standaard, maar waar deze wel veel voor gebruikt worden is voor bruiloften. Voor aan de stoelen in de kerk of tijdens de ceremonie aan de stoelen. Dus ja, daarvoor zijn deze heel handig. Ook leuk met een paar bloemetjes op tafel. Dan deze keramieke potten. En die vind ik echt geweldig. Zoals je ziet hoe die bewerkt is. Het is meer okergeel. En misschien dat ik deze wel op mijn balkon doe. Want ja, ik vind het gewoon echt. Die voetjes eronder. Echt heel leuk met de plantjes. Dan deze witte keramieke flessen. Het zit een beetje zo'n krakeleen. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Zo'n krakeleen motiefje in. Ja, vind ik ook echt leuk. Straks op de tuintafel. Maar ook gewoon in huis. Ja, ik hou hier wel van. Dan nog dit hogere model. Op diezelfde serie. Dan deze leuke eco-fles. Daar kun je plantjes mee doen en dan leven ze van de luchtvochtigheid. Erg leuk. Maar ook leuk zonder kurk als ja, gewoon vaas om snuifbloem in te doen. Dus multifunctioneel. Deze mini keramieke potjes. Deze vind ik ook leuk. Mooi kleurtje. En een witte. En het leuke is, deze is van binnen glazuur. Dus je kan er eventueel ook snijbloemetjes op doen. Of een klein plantje. Dan deze geweldige stenen pot. Ja, ik hou hiervan. Een beetje dat robuuste. Echt industrieel. Ja, mooi voor binnen en voor buiten. Misschien dat ik die nog ergens een plekje ga geven. We hebben hier een mooie witte stenen pot. Ja, het is ook niet echt wit. Het is een beetje zo wit en grijs in. Heel mooi met gestreept motief. En deze. Deze zit eigenlijk altijd een beetje standaard in onze collectie. Verkopen we altijd goed. Ja, leuk met een vaccine erin, maar ook met verse snijbloemetjes. En wij hebben deze altijd in meerdere modellen. Ja, groot, klein. Echt leuk vaasje. Nog weer kleine potjes. Standaard wit. Ja, ook van binnen geglazuurd. Dus wel echt waterdicht. En deze. En dit vind ik dan weer helemaal geweldig. Ja, weer wat robuuster. Hij is ook verschillend van kleur. Ja, echt leuk. Dan deze wekpot. Ja, dat is gewoon eigenlijk overal leuk voor. Ter decoratie. Je kan er zelfs rijst en dat soort dingen in doen. Maar ook als bloemenvaasjes is hij leuk. Plantjes er binnenin is leuk. Dus chocolaatjes is leuk. Dus je kan er echt alle kanten mee. Dan heb ik dit te leuke windlichtje nog. Ja, ook weer leuk met een plantje. Maar ook een kaarsje, snijbloemen. Dus ook waar je weer alle kanten mee op kan. En dan heb ik nog wat standaard glas binnengekregen. Dan is het nu tijd om alles erin te gaan zetten. En de winkel weer mooi opnieuw in te richten en te decoreren. Dus dat ga ik nu doen. En dan zal ik jullie ook even het resultaat van laten zien. Zo, en dan zit de dag er alweer op. De winkel is helemaal netjes. Allemaal nieuwe spullen erin, dus dat is leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien ja, hoe ik dit allemaal heb uitgepakt. En weer in de winkel heb gezet. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je mij in de volgende vlog weer. Dan ga ik trouwens het balkon aanpakken. Dus dat is ook zeker leuk om te zien. Dus tot de volgende keer. Doeg!